dus even serieus aan. Ik heb de vorige keer van deze serie een heel grappig verhaaltje met Lucifer verteld. Nou heb ik weer een grappig verhaaltje in mijn gezicht. Ik kan beter zeggen een koekoek verhaaltje. Maar wacht even, koekoek verhaaltje. Nee, wacht even. Ik heb dus weer een verhaaltje. Het is weer heel grappig. Moet het worden? Dit zijn gewoon drie manieren om lekker. Dit zijn drie manieren om een heleboel geld, je zou zeggen, te besparen. Nee, om een heleboel geld kwijt te raken. Misschien wel dat je hele geld wordt kwijtgeraakt. Dat je hele portemonnee kwijtraakt. Of zelfs je hele bankrekening aan het einde, denk ik. Dus, laten we nog lekker gaan beginnen. Je gaat lekker onder de douche aan mijn zaar. Schrobben. Jij zit onder de douche. Dus, dan ga je lekker lopen. Schrobben. Dus, jij zit dan lekker onder de douche. En opeens komt er een meisje binnen. En ik kan eigenlijk, als je zelf een meisje bent, moet er natuurlijk een jongen zijn. Nee, maar ik denk dat er alleen maar werkt bij een meisje. Dus. En je bent een jongen, je staat onder de douche en er komt een meisje binnen. Volgens mij kan je dan een nieuw raam gaan kopen. Dit hoef ik volgens mij niet uit te leggen. Maar voor de mensen die heel cool zijn, ga ik het toch even uitleggen. Als jij naakt onder die douche staat. Kan natuurlijk wel met de zwembroek. Maar oké, wie gaat er nou weer met de zwembroek onder de douche? Dus je zit lekker onder de douche. Komt er een meisje binnen. Die ziet je naakt. Dan beginnen ze te schreeuwen. En voor de mensen die het niet weten. Als je heel hard gaat schreeuwen, kunnen de geluidstreden zo hard tegen een raam komen. Dat het raam breekt. Dus dat doucheraam gaat kapot. Alle ramen in het hele huis gaan kapot. Ja. Dan kan niet je zeggen dat je een nieuwe raam moet kopen. Dus, nummer 2. Zijn er trouwens 3. Is. Dit is al iets duurder. Dat was mij net zo duur, maar oké. De laatste is, kan je echt miljarden schelen. Ik denk 1000 miljarden, maar oké. Je zit lekker te spelen op de PlayStation. Controller ligt leeg. Dan ben je zo boos om. Je smijt je controller weg. Plant je uit het raam op de straat. Pak je de andere controller, want je hebt dan 2 controllers. Doe je het ook niet. Dan denk je dat dit, want je hebt die controller draadloos. Dan stop je die draad erin, omdat je denkt, hé, misschien kan het wel niet met draad. Dus dan speel je. Doe je het ook niet. Smijt je die controller uit het raam. Alleen dat draad zit nog met die PlayStation in verbinding. Dus die PlayStation vliegt ook uit het raam. Maar die PlayStation moet natuurlijk weer met je televisie verbonden zijn. Dus de televisie, de PlayStation en de controllers vliegen uit het raam. Yep. Dus dat kan je ook best veel geld besparen. Ik denk wel iets meer dan 1000. Maar dit gaat opeens echt miljarden kosten. Wat doe je? Je doet het stopje in de kraan, het stopje in de bad, het stopje in alles en je zet alles aan. Dus dat water, dat gaat maar stijgen. Dus uiteindelijk gaat dat, komt dat water eruit, komt dat op dat grond en dan stijgen. Dus als het ongeveer tot en met je knieën gaat, spring het huis uit, doe gelijk die deur dicht, stijgen. En uiteindelijk is het bij elke kamer tot en met het plafond. En wat doe je dan? Je doet die deur open en al dat water komt dat tsunami. Oh, vader, komt dat tsunami. Dat huis uit stormen. Tjoom! Dus dan vliegt al dat water alle kanten op. Alleen dat water blijft nog doorstromen. Dus uiteindelijk staat heel Nederland onder water. En dan is de koning daar heel boos om. Dus die wordt helemaal rood. En die zegt dan, jij, helemaal, nee, Nederland.
verwoesten. Dus moet je de heel Nederland terug gaan betalen. Dus al die schadevergoeding kan je miljarden kosten. Alleen, als je ook nog bedenkt dat die kranen nog steeds aan blijven. Dus die kranen die blijven de hele tijd maar water spoelen. En uiteindelijk is de aarde net zoals vroeger een hele grote waterplaneet. En dan moet je al die huizen, schadevergoeding, mensen die dan overleden zijn, allemaal terugbetalen. En dat ook nog, krijg je ook nog een flinke boete. En dat kan je echt, ik denk wel, biljarden kosten als de hele wereld onder water staat. Ik denk niet eens dat er meer geld over is. Alle bankbiljetten zijn nat en die muntjes zijn ook niet meer geldig. Ik ga op Mars wonen. Dit was de video. Leuk video vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Even in de afdeling. Doei.